fotograaf, was je voordien in andere landschappen ook al bezig geweest? Dat was je professionele bezigheid? Ik ben al een paar jaar professioneel met fotografie bezig, vooral met natuur- en landschapsfotografie. Dus het is vooral landschapsfotografie ook die ik breng, ook los van het boek. Wat al nieuw was voor dit boek is dat ik ook een beetje de sfeer rond de ronde ben gaan opsnuiven. Niet meer zozeer in de landschappen, maar meer in de cafeetjes en op en langs het parcours, alle heisa daar rond en zo. Dus dat was voor mij nieuw, dat was misschien wel de grootste uitdaging eigenlijk van het boek. Niet zozeer die landschappen, maar even die portretten en die echte ronde sfeer. Ja. Hoe pak je dat aan? Je moet een bepaald concept hebben. Je kunt niet zeggen van oké, ik maak een boek met 100 foto's van de Vlaamse Ardennen die ik mooi vind. Wat is de rode draad? De rode draad is de ronde geweest, hè. Dus het parcours van de ronde, waarbij dat ik me eigenlijk gebaseerd heb op het parcours om de heuvels te gaan selecteren. En dan ben ik eigenlijk vooral gaan verkennen. Eerder op zoek gaan naar de esthetische beelden, dus het was zeker niet de bedoeling om een catalogus te gaan maken waar alle heuvels en alle kasseistroken op staan, maar eerder welke heuvels en kasseien kan ik mooi in beeld brengen, waar kan ik iets doen met landschap, waar kan ik iets doen met sfeer en met licht. Dus dat is een beetje het resultaat. Dus er zijn zeker niet alle hellingen, maar een deel ervan, die ik denk die esthetisch de mooiste beelden kon opleveren. Ja, het is geen encyclopedie van de ronde hellingen en zo, het gaat er meer over van op uw tocht die toch 2 jaar heeft geduurd. Ongeveer 2 jaar, ja. Gezworven. Ik ben nu terug van die tocht. Dus, fantastisch. Dus met overlevingspakken, survival toestanden, et cetera. Ja, nee, maar het is dus vooral... Dat is ook een survival parcours. Ja.